Welkom bij Mystic Angel Ratro, ik ben Rara. Dit is de maandelijkse reading voor de maand juni 2022 voor de stier. Ik heb de kaarten al gelegd, ik ga zo beginnen met de reading. Als eerst wil ik melden dat je een videoreading van mij kan winnen. Je kan dan kiezen tussen liefdewerk, algemeen of spiritueel. Als jij een videoreading wilt winnen, dan moet je dat zo snel mogelijk hier onder deze video melden. Want de eerste die zich hier aan meldt, die heeft een gewonnen videoreading gewonnen. En mocht het zijn dat jij laatst nog iets hebt gewonnen, dan is het wel zo dat ik dan de tweede ga kiezen. En reageer binnen 3 dagen, want want sommige mensen die reageren pas na een paar weken en dan ben ik al vergeten wat voor dienst je eigenlijk gewonnen had. Dus dat is niet de bedoeling. Dus ik ga nu heel snel mensen de videoreading zo geven. Dus degene die het gewonnen hebben. En degene die het nodig hebben, die kunnen ook andere diensten van mij kiezen. Die ze dus nodig hebben. En mocht je nou willen hoe echt mijn dienst werkt, dan zou je echt een dienst moeten aanschaffen. Om even te kijken of het voor jou wel werkt of niet werkt. Maar dat heb ik in ieder geval geprobeerd. En weet je, ik geef diensten die jou helpen om jou te helen en te werken aan jezelf. Die je helpen je te begeleiden op je pad. En natuurlijk antwoorden, adviezen te geven en inzichten natuurlijk. Dus het is voor jou hoe jij dat zelf ervaart. Je moet de ervaring zelf aangaan. Net zoals jij een reading bij mij zou boeken, moet jij even die ervaring aangaan of dat met jou resoneert of niet. Dus dat wil ik even zeggen. Dus je kan een videoreading winnen. En dan kan je kiezen tussen spiritueel, algemeen, liefde en werk. Yes? Ik ga gewoon beginnen met jullie reading, lieve stier. Jullie energiekaart is solitude. In silence. Peace prevails. Ja, dus in stilte zal je heel veel wijsheden vergaren. Zal je heel veel antwoorden krijgen, heel veel inzichten krijgen. Dus komende maand zal je ook heel veel stil zijn. Je gaat heel veel wijsheden vergaren. Dan hebben wij alchemie. Wow. Sorry. Daar ging mijn telefoon. Maar ik ga hem niet overnieuw opnemen, want dan heb ik mijn hele. Dan mis je een heel stuk. En dan. Ik ga gewoon verder. Dan hebben wij. Sorry hoor, maar mijn telefoon viel. Dan hebben we alchemie. En dat is de begeleidende boodschap. Je hebt op dit moment een paar gouden handen. En elk project waar je nu aan begint, zal een schitterend verloop hebben. Dus je zal heel veel succes hebben in je carrière, in je onderneming. Noem het maar op wat je wilt gaan neerzetten, wat je wilt presteren. Daar zal jij dus heel veel succes in hebben de komende maand. Ik zie hier ook dat met Ace of Wands kaart dat je met passie aan het ondernemen bent, dingen aan het neerzetten bent, dingen aan het doen bent. Dus je bent zeker wel heel erg gepassioneerd bezig. Wat ik hier ook zie is, maar je wordt wel geblokkeerd om met de Emperor kaart actie te ondernemen in jouw onderneming, in je werk of wat je ook aan het doen bent. Daar word je wel elke keer in geblokkeerd om actie te nemen. Het kan zijn dat jij in stress bent, burn-out bent, noem het maar op. Dat mensen jaloers zijn, mensen jou dingen lopen te zeggen, dat jij gewoon helemaal vastloopt. En daardoor dus die actie niet kan ondernemen. Trek jezelf dan ook even terug. Ga mediteren, ga buiten lopen in de natuur voor heling.
Ga helingsmeditaties doen. Ga ontspanningsmeditaties doen. Ga even een dutje doen. Ga lekker ontspannen. Want dan kom je weer in kracht. De volgende kaart heb ik hier. Je wordt begeleid met de Hierophant. Dat betekent, heb meer zelfvertrouwen. Heb meer vertrouwen in jezelf. Heb meer vertrouwen in het universum. Op jouw spirituele team. Want door samen te werken met jouw spirituele team. En door meer op je intuïtie te gaan vertrouwen. Zal je meer die zelfvertrouwen gaan krijgen. Daar word je in begeleid. De Ace of Swords kaart. In het verleden zijn er heel veel dingen ook opgehelderd voor jou. Hoe jij de dingen wil aanpakken. Wat je wil doen. En wat jouw wensen zijn. Dat is wel opgehelderd voor jou. Met de Eight of Wands kaart betekent dat de dingen heel snel gaan voor jou. Maar ook dat er heel veel communicatie aan het komen is voor jou. Dan hebben wij de Six of Swords kaart. Dat betekent dat jij mensen, situaties aan het loslaten bent. En dat jij verder gaat met een nieuw begin. Dat jij daardoor ook meer in balans gaat komen. Dus je gaat mensen en situaties achter je laten. En met de wielkaart voor je werk, dat betekent dat er positieve veranderingen komen op werkgebied. En met de relatie- en omgevingkaart wil zeggen, met de Five of Pentacles, wil zeggen dat je echt in de kou gelaten voelt door bepaalde mensen in relatie of je omgeving. Vrienden, familie, noem maar op. Je voelt je echt in de steek gelaten door je familie, door je vrienden of vriendinnen. En met de hoop en vreeskaart wil zeggen, de Six of Wands kaart, je gaat heel veel dingen overwinnen. Net als dat je in de steek gelaten voelt en dat je de dingen aan het loslaten bent. Je gaat er gewoon echt de dingen overwinnen. De situaties waar je in verkeert, dat ga je gewoon overwinnen. De Page of Wands kaart. Er komt een heel nieuw begin aan voor jou. Ook in je carrière kan het zijn. Maar het kan op heel andere vlakken ook zijn. Er komt een heel nieuw begin aan voor jou. En met de Three of Swords kaart wil zeggen, iemand heeft jou zo onwijs veel pijn gedaan. Dat jij gewoon echt in de steek gelaten voelt. Maar je gaat het gewoon loslaten. Waardoor jij dus eindelijk die nieuw begin gaat maken. En de dingen gaat overwinnen. Ja. Dan heb ik hier de grote boodschapkaart. Ik heb twee grote boodschapkaarten voor jou. Omdat ze alle twee eruit vielen. Dus vandaar dat je mazzel hebt. Heb je nog meer extra boodschappen. Maar dan moet ik wel veel meer lezen. Dus we gaan gewoon beginnen. De eerste boodschapkaart is nummer 22, ook een dubbelgetal. En harmonie van Ganesha. Je verdient het om je goed te voelen over je bestaan. Deze kaart staat symbool voor waar je persoonlijk in gelooft. En wat je geluk in je leven zal brengen. Ganesha vraagt je om eraan te denken dat je warmte en energie moet uitstralen. Neem de tijd om na te denken over je persoonlijke waarden en gedragingen. Waardoor kun je verlangen naar een compleet en gelukkig leven waarheid maken. De kleur oranje kan betrekking hebben op een periode dat je je aanpast aan de gemeenschap, activiteiten en nieuwe avonturen. Oranje is de kleur van de as van de sacrale chakra, heilig beenchakra. En wordt geassocieerd met de seksualiteit en de voortplanting. Het kan geluk en liefde symboliseren. Dit chakra dient voor het opslaan van onze gevoelens, emoties, seksualiteit, intimiteit, ons plezier en verbondenheid op deze gebieden. Wat denk je dat jij verdient? Wanneer je het gevoel hebt dat je het goede verdient, dan zorg je goed voor jezelf en vraag je van anderen dat ze ook goed voor jou zorgen. Wanneer je sacrale chakra zuiver is en energie in evenwicht is, dan ben je aardig, meelevend, empathisch en bekommer je om een ander. Je zult sterk het gevoel ervaren dat je
dat je erbij hoort. Voel je goed over je leven. Geniet met vrienden en doe wat nodig is om op één lijn te komen met wat jij wilt van de relaties in je leven. Ja, omdat je gewoon echt letterlijk, hè, in de steek gelaten voelt. Je hart is gebroken. Je gaat dingen achter je laten, maar je gaat het ook overwinnen. Overwinnen en die nieuw begin maken. Dus dat sowieso. Maar daar komt dus weer, je krijgt weer harmonie in jezelf. Ja, je gaat de dingen overwinnen. Ganesha helpt jou daarbij. Dan hebben we ook de boodschapkaart nummer 44, ook een dubbel getal. Je wordt goddelijk beschermd. Ganesha vraagt je om over na te denken wat je nu precies wilt. Hij laat je zien dat wat je graag wilt binnen je bereik ligt. Het universum zint erop om je te helpen te bereiken wat je graag wilt. Omdat het universum overeenstemt met je wensen, gebeurt het hoe moeiteloos. Ganesha zegent je volop met geluk, liefde en nieuwe vooruitzichten. Wees heel duidelijk over wat je nu wilt. Wanneer je eenmaal weet wat je wilt, zal Ganesha de obstakels uit de weg ruimen en je nog meer zegenen. Laat je niet verleiden tot zelfmedelijden. Ja. Je zit in een fase van grote rijkdom. Dit duurt niet eeuwig, dus doe er je voordeel mee en handel wanneer je gelegenheid zich voordoet. Vastberadenheid zal zegevieren. Het principe van het gemiddelde werk werkt nu in je voordeel. Hoe langer je volhoudt wat je wilt, des te waarschijnlijker is het dat je dit ook krijgt. Al lijkt het onmogelijk, de manifestatiemogelijkheden zijn eindeloos en variëren van liefde naar geld, succes en geluk. Ganesha leert je dat jouw zegeningen blijven voortduren. Het verwezenlijken van de zegening is misschien niet meteen duidelijk. Vertrouw erop dat geluk en zegeningen altijd over je worden uitgestrooid. Wat nu in je leven gebeurt, gaat buiten je om en je hebt er geen controle over. Binnenin je heb je waar geluk en ware zegeningen in je hart en in je ziel. Ja, dus ga door met waar je mee bezig bent. Ga door, want er komen positieve veranderingen, ja, op je werkgebied. Ik zie dat jij ook gewoon lekker aan het ondernemen bent, je passie aan het volgen bent. De dingen gaan snel, er komt meer communicatie. Je gaat meer, weer die zelfvertrouwen ga je weer krijgen. Dus heb wat meer vertrouwen in jezelf en ga gewoon verder. Want daarbij hangen en zielig vinden voor jezelf, daar help je jezelf niet mee. Je haalt jezelf dat ook naar beneden. Wat de ander voor jou doet, doe jij hetzelfde. En dat werkt echt tegen. Want dan is het heel erg moeilijk om weer omhoog te komen. Dus ga mee door waar je mee bezig bent. Probeer die ontspanning te zoeken. En mocht jij wel hulp nodig hebben om aan jezelf te werken, jezelf te helen, om begeleiding, dan raad ik je zeker aan om een van mijn diensten, zoals intuïtieve ontwikkeling als intuïtieve coaching, raad ik je dan aan om te doen. Of een van de twee. Maar laat het me in ieder geval weten. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. En je mag wel even lopen. Was maar zo'n even. Sorry. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. En kijk ook even naar de diensten hieronder deze video. En je kan natuurlijk een videoreading van mij winnen. Dus reageer heel snel. Want ik ga snel iemand uitpikken. En dan kan je gewoon een videoreading van mij winnen. En degene die ook een van mijn andere diensten nodig hebben, die kunnen dan dat ook bij mij boeken. En hoe mijn diensten werken, dat zou je echt zelf moeten ervaren. Ik ga geen uitleg daarover doen, want dit is echt iets wat je mag gaan ervaren.
Wat je mag voelen, of het goed met jou, bij jou helpt. En of, jij, of dit ook wel iets is voor jou. Want als je het niet uitprobeert, weet je het niet. Ik heb ook de dingen moeten uitproberen voordat ik de intuïtieve ontwikkeling deed. En als het niet bij mij gewerkt had, dan zou ik het ook niet gedaan hebben. Ik heb zelf de intuïtieve ontwikkeling ook gedaan. Ik heb ook, ook hulp gezocht. En waar het goed bij voelde. En dat doe ik nog steeds. En, maar iedereen heeft wel eens even hulp nodig. He, even een duwtje in de rug. Even die inzichten, die adviezen. En vooral het helen van jezelf van binnenuit is heel erg belangrijk. Want dan kan je verder. Want al jouw chakra's die worden geblokkeerd. Of je aura. Weet je, daar komen, daar gaan ook entiteiten mee. Die liften mee. Dus ja, je hebt echt wel gewoon. Je hebt gewoon echt wel die hulp nodig. En als je dat hulp nodig hebt, laat me dat alsjeblieft weten. En dan kunnen we gewoon lekker aan de slag. En dan kan ik je helpen en begeleiden daarin. Ja? Ik doe het heel erg eerlijk en zuiver. Ik heb geen bijbedoelingen. En weet je, ik wil alleen maar mensen helpen op een juist zuiver manier. Ik ben ook met mijn prijzen naar beneden gegaan. Dus het is ook niet zo dat het aan de prijs ligt dat je niet kan betalen. Of, ik heb dat expres gedaan omdat heel veel mensen, omdat ze dingen niet kunnen betalen, kunnen ze die hulp ook niet krijgen. En ja, weet je, ik moet ook natuurlijk mijn onkosten betalen, maar voor mijn diensten, maar toch heb ik het gevoel dat ik toch wel mensen meer moet gaan helpen, want mensen lopen echt vast. Vooral er heerst ook heel veel transformatie op dit moment en mensen lopen ook vast en ik vind dat daar toch wel meer behoefte aan is om mensen het meer daarin te ondersteunen dan dat je, zeg maar, dat ik de prijzen dus omhoog gooi of zo, weet je wel. En dat ze dan niet kunnen betalen en niet kunnen, niet geholpen kunnen worden. En ik vind dat toch wel een tikkeltje belangrijker dat er geholpen wordt. En weet je, ga mijn diensten gewoon uitproberen en kijk of het voor jezelf werkt. Vooral als jij heel zwaar in de nesten zit of, of iets niet goed gaat. Of dat jij het gevoel hebt, ik krijg ook heel veel mensen, heel veel klanten die zich echt niet lekker in de vel voelen. En die niet willen leven of het gevoel hebben het niet meer te zien zitten en dat soort dingen. Maar echt door de intuïtieve ontwikkeling. Dus echt dat werken aan jezelf, helen van jezelf. Daardoor komen mensen echt weer helemaal bovenop. En ik zal je zeggen, ze veranderen alleen niet van binnen. Of ze helen niet alleen van binnen. Maar ook de omgeving verandert. Werk, privé, liefde, spiritueel. Ze maken echt die spirituele groei. Je ziet ook gewoon hoe ze stralen en hoe zij, ja, ik vind het gewoon geweldig. En daarom wil ik ook heel veel mensen gaan helpen, heel veel mensen gaan bereiken, dat zij gewoon goed geholpen worden. Dus mocht je een van mijn diensten willen, laat me weten via de WhatsApp. Dan kunnen we gelijk aan de slag, maken we gelijk afspraak en dan gaan we gewoon aan de slag. Ja? Nou, tot de volgende maand, lieve stier. En heel veel sterkte. Ik hoor je graag. Doeg!